CBN Prime Alert van donderdag 6 november 2014. Uw aandacht voor de headlines. Oplossing voor ontevreden leerkrachten na schoolse opvang en begeleiding. Bewoners Eldorado-laan willen geen goudverwerking in hun buurt. Familie Sukku kapot van wrede dood dochter. 24-jarige overleden na verkeersongeval. Ondanks beschikking toch geen grond. ICT in Education professor presenteert alternatieve onderwijsmethoden. Ganga Nahan bij bedevaartsoord weg naar zee. En verdachte meldt zich aan. Leerkrachten zijn vandaag getogen naar de Nationale Assemblée om een gesprek te hebben met de vaste commissie van onderwijs. Het gaat hier met name om leerkrachten van de naschoolse opvang en begeleiding. En deze leerkrachten hebben moeite met het feit dat zij nu tussen 12 en 5 hun naschoolse opvang en begeleidingswerkzaamheden moeten uitvoeren. Het gaat hier, wat we begrijpen, om leerkrachten die een tweede baan hebben, ook nog leerkrachten die een studie doen. Deze leerkrachten vragen om een oplossing. Er is wat oplossing gekomen, vooral voor met name de leerkrachten die een studie hebben. Die zullen zich moeten registreren en daarna zal er een oplossing voor hun gekeken worden. Maar ook voor de leerkrachten die een tweede baan hebben, ook naar hun zal er een andere oplossing gekeken worden. We voeren u naar het moment waarop de woordvoerder van deze leerkrachten aan het woord komt. Vervolgens de heer Melvin Bouva, voorzitter van de vaste commissie van onderwijs. Oké, we hebben daarnet heel lang gesproken met de vaste commissie onderwijs onder leiding van de heer Melvin Bouva. Ik mag u zeggen dat het gesprek heel open, oprecht, eerlijk en succesvol is geweest voor een deel alvast. Ik kan u ook verzekeren dat met de minister ook daarbinnen is gesproken. Het zei telefonisch. De voorzitter van de vaste commissie, meneer Bouva, die heeft de minister gebeld. En er zijn concrete afspraken gemaakt met betrekking tot de naschoolsopvang voor bepaalde leerkrachten. Het gaat onder andere om studerenden. U gaat met uw pas, let u goed op wat ik u zeg. U gaat met uw pas binnenkort, heel spoedig, naar NBNOB, Bureau Naschoolse Opvang. Dat is aan de Herenstraat. U wordt dus vrijgesteld van de naschoolse opvang. Dat is het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte is de mensen die een bijjob hebben na 1 uur. Ik bereken, al konden en moeilijk wat hier, zo economisch misschien ook voor u. Dan moet u met een werkgeversverklaring komen. Met een werkgeversverklaring als bewijs dat u ook na 1 uur werkzaamheden verricht voor een andere werkgever. Daarmee gaat u ook binnenkort bij de heer Lamsberg. De andere zaken die worden sowieso meegenomen door de heer Bouva en zijn commissie. Ze gaan het bespreken met de minister. En we gaan heel gauw horen van de heer Bouva. We hebben goed contact, we hebben nummers van elkaar. En ook de heer Lansberg, die is al op de hoogte van de gang van zaken. Ik ga zo meteen mij daar begeven aan meneer Lansberg om concreet afspraken te maken. En ik wil u vragen om niet weg te gaan, maar uzelf te registreren. We hebben uw namen al, maar voor de goede gang van zaken, dat u uw telefoonnummer ook erbij schrijft, dat we u strakjes kunnen bellen, zodat u zich kunt aanmelden. Als u wil, kunt u massaal ook mee gaan naar Bureau Naschoolse Opvang, zoals u hier heeft gedaan. En dat zal me natuurlijk meer sterken. Dus ik vraag u, als u mee wil, en als u tevreden bent voorlopig met het besluit, dan vraag ik een warm applaus alvast voor de commissie. Natuurlijk, aan de konokba. Meneer Bouva, aan de konokba. Dus ik begrijp dat u dispensatie krijgt als u studerende bent. U komt met een werkgever verklaren, dat betekent. Als je eigen bedrijf. Ja, u komt met uw studentenpas. Dat u kunt aangeven dat u verder studeert.
Klopt. Dat is één. Mm-hmm. En de werkgevers verklaren dat u nog ergens in de middag ook werkzaamheden na 1 uur verricht. Mm-hmm. En daarmee gaan we dus naar bureau naschoolse opvang. Naar meneer Lamsberg die de coördinatie heeft. Hij heeft de opdracht, opdracht al gehad vanuit de leiding van het ministerie om dat gewoon klaar te spelen en vrijstelling te geven aan deze mensen. Heb ik het goed, voorzitter? Ja, laat me bedanken. Mensen, welkom nogmaals. Jullie hebben me gisteren in elk geval ook gehoord. Middag, we moeten in elke omstandigheid zo constructief mogelijk proberen te kijken. Kijk, elk begin is moeilijk en elke verandering heeft wat weer is ook met zich mee, maar soms moeten we met die verandering mee kunnen groeien. Daarom dat ik ook zo snel als mogelijk heb bedoeld om jullie te ontvangen en te praten met een delegatie. En dat was een goed gesprek, terecht. Ik heb na overleg met de minister, in elk geval, zij waren ook op dat pad, op dat spoor. Maar ik heb echt met nadruk gevraagd dat er heel in het bijzonder wordt gekeken naar de leerkrachten die we klaarstomen om op een hoger niveau in het onderwijs ingezet te worden. Ja toch, want daarvoor studeren we. Ja toch? Ja. Dus de studerenden verdienen bijzondere aandacht. En daarom dat het ministerie, het bureau vast voornemens is om de studerenden, ja, maar niet alleen de studerenden, ik ben zelf nog verder gegaan met de minister om de leerkrachten in de gelegenheid te stellen om hun zaak case by case voor te leggen bij het bureau, zodat men vanuit uw ervaring, heet je Muller, heet je Santa Kram, weet je hoe dat ook, dat per case jouw zaak wordt bekeken. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat we dingen doen die het onderwijsproces verstoren. Wat ik wil, wat met mij velen willen en iedereen zou moeten willen, dat het onderwijsproces onverkort doorgaat. Dat we gewoon door naar de team voelen, want we doen het niet voor ons, we doen het voor die kids. Daarover zijn we eens. En een deel van het onderwijsproces nu in de vernieuwingsgedachte is het programma naschoolse opvang en begeleiding. Voor de opvang en begeleiding van onze kinderen. Dus ook dat proces mag niet verstoord worden en moet doorgaan. En daarom dat ik echt wel met de... En ik wil echt waar een warm applaus voor de leerkrachten in zijn algemeenheid. En die zijn het bijzonder omdat we, ondanks er wat emoties waren, toch open, eerlijk, u haalde het aan en constructief hebben we gezeten, hebben we gekeken naar de zaak. En we zijn een stap verder, maar we zijn nog niet daar. We zijn een stap verder, maar we zijn nog niet daar. Ik wil u vragen om zometeen uw zaken bij de leiding van de organisatie, jullie vertegenwoordigers, om uw naam en zo te noteren, zodat ze dat kunnen meenemen. Maar nu komt het. Van u wordt ook verwacht dat u begrijpt dat het ministerie, de regering, er zoveel mogelijk aan wil doen om ons onderwijs te verbeteren. En dat de zaken die jarenlang zijn scheef gegroeid, dat voor reserve leerkrachten nooit meer naar vast aan dat je hebt. Ja, we zijn vakleerkrachten. Ja, en volwaardige leerkrachten. Maar u weet dat dat jarenlang scheef is gegroeid. En als men nu op poging wacht om daar meer vorm en inhoud aan te geven, moet u zo constructief mogelijk opstellen en proberen om met die positieve verandering mee te gaan. Natuurlijk, want toefrikties, want je hebt kind die naar oppas moet gaan, je hebt een bijjob, je studeert nog, daar moet naar gekeken worden. Dat is wat ik meeneem namens jullie. Wij zijn niet anders dan jullie zintuigen, ja toch? We takjunu, we arkunu. Dus ik heb vooral geluisterd samen met de overige leden van de vaste commissie. We hebben geluisterd, we hebben aangehoord. En we zullen uw bezwaren, uw grieven, uw wensen gaan we meenemen naar het ministerie, met de minister, met zijn staf, om verder naar de zaak te kijken. Ja? Weg van alle emoties, weg van alle verschillen hoe we kijken tegen het beleid, weg van alle overtuigingen, ook politieke overtuigingen, want soms wordt dat ook in het midden van die discussie gegooid voor u. En ik wil u wat dat betreft bemoedigen om gewoon zo door te gaan. Ik denk dat u zeker 100% mee achter u gaat vinden als u bezig bent met een rechtvaardige strijd. Wat niet rechtvaardig is, misschien vind ik trouwens. Maar als het een rechtvaardige strijd is, gaat u mee achter u vinden. Denk aan onze gezondheid. Laat je stem horen.
geen goudverwerking in onze buurt. Dit is de flyer die thans verdeeld wordt aan mensen om gewoon kracht bij te zetten bij een meeting, een Comacandra, welke op zaterdag 8 november 2014 wordt gehouden om 4 uur naar het Boys terrein aan de Eldorado-laan te maretretten. En het gaat erom, nogmaals, geen goudverwerking in onze buurt. En we praten met de trekker of een van de trekkers en dat is dan DNA-lid, de heer Karel Breveld. Heer Breveld, geen goudverwerking in onze buurt. Om welke buurt gaat het precies? Inderdaad, meneer Ganesh, het gaat om de buurt Maretretten. En het gaat exact om met name de omgeving van de Eldorado-laan, waar het Boys-terrein staat en waar daarvoor een heel groot gebouw staat. En een deel van het gebouw, een goudopkoopbedrijf, is gevestigd. En de bedoeling is dat men dus tot goudverwerking overgaat. Nu zijn er allerlei discussies hierover gaande, waarbij officiële instanties zeggen dat de vergunning nog niet verstrekt is. Terwijl de eigenaar van het pand heel duidelijk gezegd heeft, de vergunning heb ik al op zak. En dat is typerend voor hoe de dingen gaan. Dat geeft aan hoe op een oneerlijke manier dingen geschieden in het land, als je het mij vraagt. Als dus inderdaad die vergunning al verstrekt is. Maar erger is wanneer het operationeel wordt. Want we praten over kwikdioxide, we praten over kwiktoxificatie, vergiftiging, de kwikdamp, die werken op de hersencellen, die werken op de longen, die werken op het lichaam van mensen. De negatieve werking ervan is bekend. En vandaar dat wij protesteren. En niet alleen voor Maretretten, we protesteren voor heel Paramaribo. En al die plaatsen waar er mensen wonen, werken, en die met die kwikdamp moeten leven. En dus daardoor ook hun gezondheid wordt aangetast. Deze protestdemonstratie op het Boys-terrein is bedoeld om vooral in de eerste plaats een signaal, een scherp, duidelijk signaal uit te zenden naar de overheid, de instanties die hierover gaan, omdat wij niet vinden dat zaken transparant zijn, omdat we niet vinden dat zaken op een correcte manier naar de samenleving worden gecommuniceerd. Veel buurtbewoners weten soms niet eens van wat zich voltrekt en u weet het, Suriname is in helaas moet ik zeggen, en dat is jammer, maar helaas moeten we zeggen, zoveel fraude, zoveel corruptie, zoveel omkoperij, zoveel tjoekoes, zoveel dingen die niet kloppen in dit land en waar we dan zogenaamd mee leren leven. Maar we moeten helemaal niet ermee leven, want dit is niet juist. Dit is niet gezond voor die samenleving, dit is niet goed. Want hier gaat het dan om de aanbidding van het kapitaal. Hier gaat het om de mammon, hè, wat wordt vereerd. En mensen, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Dus vandaar deze protestdemonstratie. En ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen op te roepen, heel Suriname, om te komen zaterdagmiddag aanstaande van 4 tot 6 op het Boys-terrein, de Eldorado-laan. Het is een zijstraat van de weg naar Maretretten. Niet zo ver naar binnen als je vanuit de Mahonieland komt. Rechtsaf. En kom luisteren naar mensen die erover praten. Kom luisteren naar storytelling. Kom luisteren naar muziek, naar zang. Maar kom ook luisteren naar kinderen, naar ouderen. Die hun bezorgdheid uiten over deze materie. En we hopen van harte dat het dus bijdraagt aan verscherping van maatregelen vanuit de overheid. Maar tegelijkertijd ook bewustwording van onze hele samenleving ten aanzien van deze zaak. Ja. Is er een, voor zover u dat weet, heer Breveld, is er een buurtonderzoek geweest alvorens men de vergunning heeft verstrekt? Of gebeurt dat nu bij lange na niet meer in Suriname? Ja, en ook dat is een vaag en onduidelijk verhaal. We hebben het bij andere situaties gehad, bij Hermitage Mall, buurtonderzoek. Er komt dan iemand die vraagt aan twee mensen iets en er is een buurtonderzoek geweest. Okay. Dus men moet die dingen gaan beschrijven en bovendien communiceren met die samenleving. Wat houdt een buurtonderzoek in? Hoe worden dingen verduidelijk? Plaats dan alsjeblieft een bord, dat heb ik al gezegd. Hier komt een goudverwerkingsbedrijf. Protesten indienen daar. Dan praten we over iets. Maar niet dat iemand komt en eventjes twee mensen spreekt en dan is het buurtonderzoek geweest. Ik denk dat het niet adequaat is. En we moeten anno 2014 naar modernere, snellere, makkelijkere alternatieve methoden, waardoor sneller buurten geïnformeerd zijn en op de hoogte zijn. Maar los daarvan, het zegt eigenlijk ook iets van het totale beleid van de overheid. En we komen dan weer op het gebied van de ruimtelijke ordening. We komen weer op het gebied van bestemmingsplannen. En dan zeggen we van die dingen moeten duidelijk worden. Ik moet zeggen dat OW de afgelopen tijd
veel serieuzer met een aantal dingen is omgegaan. Ik weet ook dat sommige bouwactiviteiten zijn stopgezet op bepaalde plekken. En dat is op zich positief. Maar ik wacht op de bestemmingsplannen. Ik wacht op een integrale aanpak van het hele probleem. Laten we direct weten wat komt daar, wat komt daar, wat komt daar, wat komt daar. En niet dit wat nu gebeurt. Dit is ruimtelijke chaotisering, heeft iemand het genoemd. En we kunnen geen ruimtelijke chaotisering toestaan. Nee, er moeten maatregelen komen waardoor we weten dat we in een geordende samenleving leven. Dit is gewoon rotzooi, als je het mij vraagt. De manier waarop de dingen toegaan nu. En ik bedoel, iedereen praat en praat, maar ik zie geen duidelijkheid. En ik wil duidelijkheid. En met mij duizenden, tienduizenden burgers van dit land willen duidelijkheid ten aanzien hiervan. En daarom deze protestactie aanstaande zaterdagmiddag op het Boysterrein om 4:00. En men is bereid om tot het bittere eind te gaan? Ja, we gaan door. We gaan door en we houden vol. Want wat we zien is dat het een vrij hardnekkige aangelegenheid is. Je weet niet wie betaald is geworden. Je weet niet wie geld heeft ontvangen. Je weet niet wie geld heeft gegeven. Het is een soort waas van geheimzinnigheid en duisterheid wat zich hier voltrekt in onze samenleving. Iedereen kijkt de andere kant uit. Iedereen kijkt met een gladgestreken gezicht. Misschien praat je met de persoon die juist degene is die al het geld heeft gehad. En begrijpend meeknikt met jou. Ja, meneer Breveld. Ondertussen heeft die persoon lekker alles mooi in zijn zak. Dus ik bedoel, die samenleving is wat dat betreft niet gezond. En er is werk aan de winkel om duidelijke maatregelen te treffen ten aanzien hiervan. Dus ik hoop van harte dat hier serieus naar gekeken wordt. En dat we inderdaad in een samenleving komen waar een stukje meer transparantie en eerlijkheid aan de dag is. En waar iedereen weet en als er sancties zijn wanneer mensen over de schreef gaan. En tegelijkertijd dat we zorgen dat onze samenleving goed geordend is. Want dat is voor mij enorm belangrijk en samen met mij velen. Dit leek veel raakvlakken te hebben bijna met de kwestie Kersten. Ja, nee, zonder meer. Ik denk dat als het gaat om protest sowieso. En voor protest ben ik altijd te vinden. Maar ik moet u zeggen dat protest niet zomaar gaat om protest. Het gaat vooral om protest wat zinvol is, wat echt noodzakelijk is. Maar hier is er wel een verschil. Het verschil is dat deze kwestie al een aantal keren door mij als parlementariër in het parlement zijn genoemd. En niet alleen ik, anderen ook. Zelfs de voorzitter van het parlement heeft een moment gehad in het parlement waarop ze heel concreet gevraagd heeft: we krijgen zoveel van deze klachten hier binnen de regering, wat gaat u nu eraan doen? Heel kordaat heeft de voorzitter daar wat over gezegd. En vervolgens gaan we weer over tot de orde van de dag. En dus ik zeg, ik heb mijn werk gedaan als parlementariër. Ik heb het hier aan de orde gezet, een paar keer. Regering vragen gesteld. Die antwoorden zijn niet adequaat, omdat er te veel belangen spelen. En we moeten daar heel eerlijk over zijn. We moeten elkaar recht in de ogen aankijken en zeggen, inderdaad, de belangen zijn er die hier kennelijk een rol spelen. Waardoor een heleboel zaken die toch zo belangrijk zijn, niet echt worden aangepakt. En dat is jammer. Helemaal duidelijk. Dank u wel, heer Breveld. Graag gedaan. Kijkers, Suriname is gisteren opgeschrikt geworden door een drama welke heeft plaatsgehad hier te Evramszegen en wel aan de Poeraiweg. U weet het dat de 42-jarige mevrouw Sharda Sukku gisteren doodgekapt is geworden door haar echtgenoot, de heer B. Guptar. De heer B. Guptar heeft na zijn laffe daad een verdelgingsmiddel ingenomen en we begrijpen dat hij intussen ook al is overleden in het ziekenhuis. We zitten er met Samora Kasmotaruno. Zij is het nichtje waarmee mevrouw Sharda Sukku voor het laatst heeft gelopen en voordat dit drama voltrok. We weten dat het een heel zware iets is wat ze heeft meegemaakt, maar we willen toch wel graag van haar weten. De laatste momenten, jullie liepen hier over de weg? Ja, dat is zo. Mm-hmm. Maar zij liep wel een 35 meters voor me. Oké. En ik liep achter haar, zij liep voor me. Toen zag ik haar terugkomen. Mm-hmm. En ik dacht van misschien... Liep ze rustig terug of een beetje gehaast? Wel een beetje gehaast, maar ook niet zo. Oké. Dacht ik misschien, van misschien is ze iets thuis vergeten of zo. Dan heb ik geen notitie genomen. Mm-hmm. Maar toen zag ik de man, de ex. Dan dacht ik, wat is er met deze weer? Mm-hmm. En hij was op de brommer? Ja, dat had wel. Hij wat in zijn handen? Nee, nog niet. Later heeft hij er geklemd. En toen hij er heeft geklemd, dan heeft hij de handen vastgehouden. En in het Hindoestaans gezegd van dat gaat niemand je kunnen helpen.
Toen dacht ik van misschien gaat hij er rammelen. Maar hij houdt ervan om er te rammelen. Dan heeft hij een houwer gehaald en dan echt gekapt, moet ik zeggen. En zij kon niets doen, neem ik aan. Ja, voordat ze werd gekapt, ging ze wel van me schreeuwen van bel je moeder op, bel je moeder. En maar, toen ik bezig mijn moeder werd te bellen, dan was ze al. Ja, ja. En de buurt, de mensen die in de buurt zijn, ze hebben sowieso het een en ander gezien. Hoe hebben de mensen gereageerd? Oh, de mensen, wat gaan ze hoe gaan ze reageren? Ze gaan alleen schreeuwen. Ja, ja. Voor hulp, maar dat is ook al te laat. Dus jij hebt gewoon alles live gezien, als het ware. Je hebt alles gewoon zien gebeuren. Ja. Ja. Zwaar voor je? Ja, tot nu toe. Ja, ja. Ik kan wel niet verwerken, maar het moet wel. Mm-hmm. Ja, ja. En voordat er hulp voor haar kwam, heeft dat lang op zich laten wachten voordat de politie en of ja? Ja, dat wel niet. Mm-hmm. We hebben niet lang gewacht op de politie. Maar ja. Was ze gelijk dood? Nee. Mm-hmm. Dat wel niet. Toen ze in de OK-kamer was, heb ik vernomen, dan is ze dood gegaan. Ja. En nadat hij dat heeft gedaan, sowieso neem ik aan dat het allemaal heel vliegensvlug is gebeurd. Ja, dan is hij weggereden. Ja, ja. Is er vanuit welke instantie dan ook hulp aan jou geboden in de zin van begeleiding? Ja, mijn buurman heeft me wel daar naar huis gebracht. Mm-hmm. En me hier gezet, totdat ik op tot rust kwam. Ja. Nee, maar ik bedoel vanuit forensisch maatschappelijk zorg, dus vanuit dat u een beetje hier overheen gaat. Want ik begrijp van de familie dat jij toch wel getraumatiseerd bent door dit gebeuren. Ja, maar... Ja. Niemand die echt nog is gekomen en gezegd van we gaan u begeleiden? Nee, nog niemand. Ja, ja. Goed, Samora, ik weet dat dit heel erg zwaar voor jullie is als familie. Niemand wenst dit niemand toe, maar mag ik jou heel veel sterkte toewensen. Ik weet dat het een heel zware verlies is voor jullie als familie. En ik hoop dat jullie dit heel snel kunnen verwerken en dat jullie er snel bovenop kunnen komen. Dank je wel. Ja hoor. Kijkers, we zitten nu met mevrouw Chandrawati Suku. Zij is de moeder van het slachtoffer. En we begrijpen dat mevrouw Sharda Suku een zoontje heeft. En dat is een 11-jarige jongeman die nu zonder ouders zit. Toch wel een heel zware klap in één keer. We zitten nu, zoals ik het aangeef, met de moeder, mevrouw Suku. En ik mag zeggen dat ik mevrouw Suku toch wel een heel sterke vrouw vind. Mevrouw Suku, op kan haar je bericht bij Luk. Oh, twee kinderen. Ja. Oh, twee kinderen, hè? Duidelijk. Ja. Oh, oké. Okay. De eentje is aan de andere kant. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dacht ik dat stukje helemaal... Ja. We begrijpen dat mevrouw Sharda Suku twee kinderen heeft. En één van ze, 11-jarige jongen, die is bij de nani, de grootmoeder met wie we nu zitten. Mevrouw Chandrawati Suku, op kan haar rijden? Je bericht bij Loki. Is dat niet wel? हम हम 5 बजे एक जाग के जाते तो उ बैठला झलवा में त मके ताके लमले फ्रुकू है तू जासूत अबे तू काम पे जइए त अन हम चल गेले त जब गेले त हम लोग क्रांति लाए के सब चीज से त्याय के हम क्रांति बेचिला तब हम देखे मार बिटिया के ननद आल त उ बोले त वाल त स्टॉप भेल त हम से चीज से कौन आल त उनके लोबी करे बोलावे के मौसी त बोले अरे नीत कहाँ तू जा है तो बोले मांगे पार्केर करे तो बोले यहाँ हबड़ में पार्केर प्लाट्स ना है एगो रंजा मर गया तब पाई है तो पाइस पार्केर प्लाट्स हुआ था तो आल तम लगे बैठल मसान दाख के हम लोग एगो न्यूता में रहते जिस हम लोग एक खसैल कल्ली रही वहाँ खूब एक प्लसीर रहा सैल शारदा जोन प्लसीर रहा जोन प्लसीर करी से हम लोग के संग है तब मैंने आल तब बैठल हमें लगे तब बतिया है तो हमके ताके है तो हमके ताके है तुमके ताके है तब बतिया तो बोले कि तान हम हम एगो चीज बोली ला तब बोले का भेल तो बोले कि शारदा के ओकर आदमी काट दिस तब जब बोल दिस हमारे ना बोले कि मैं हमारा हमारे पास लड़का ना जिए ना नीता बोले ना तान तो जिए बोले ना हम बोले हम जाने में लड़का ना है अब ना है हम ना हम काली चिल्लाई के रोवे लगले वहाँ पे
हम इतना खसखस रोए हम दौड़े से पगला हमार मुड़ी ना कमाए के कोची करें हम गले में अपन लड़का के मर पाएंगे अपन लड़का जिंदा ना पाएंगे हम कुछ ना बतेली अपन लड़का से हमें पांच लड़का राज हमारे को चल गए हम बहुत मुसीबत से अपन लड़का पोस लिए बहुत दुख से हम अपन लड़कन पोस लिए ओकर बापू सबके छोड़ के चल गए राम जाने कैसे अपन लड़कन पोस लिए और कैसे बड़का कर लिए कैसे सबके ब्याह शादी कर लिए रहे हमार मामा बिटिया के खुए लिपन आ रहा है ओकर आदमी संगे इतना के में सांदल करता इतना 14 बरिस हमार बिटिया के सताइस हमार बिटिया के घटाई दबाई सर हमार बिटिया के ऊपर बंदूक टांगिस रहा तब हमार बिटिया छोड़ा के मर घरे आल तो जब हमार घरे आल तरह और ऊपर से जो कर सास आलियाँ तो कर सास ना पूछिस का भय लेगा कि न कहे के तू अल हमार बिटिया पकड़ के घींचे के चली घरे तो जब हम देखी बहुत रिगेरी करते हम बोले वक्त छोड़ दे जो तनि रस हो जाए तो जाए तब ओकर मुड़ी हम बोले जितनी गुस्सा पटराई तब उ जाएगा तब रहा 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 भाई तब दूता तब वो हमसे बोले माँ बोले हम मैं ना दुंगी कर हम ना जाबे हम उसे बहुत बतेली समझेली बोले माँ मैं ना दुंगी करी हम ना जाबे तो आल तो ओकर आदमी आल बोले देख हम तो कहना मांगिल अपन तू अपन रास्ता हम अपन रास्ता तो ऐसे हमारे लगे एक बरिस से रहा तो बरिस में को बरिसिया में प्रॉब्लम आई के करता हाँ ना दस आवे खून बोले आओ चली तो उन्ना बोले तम लोगों बोली देख जो उन्ना मांगे तन्ना दुंगी कर ओके तो ना मांगे इतना दुवेंगी कर ओके ओकर मुड़ी मोई गुस्सा पटाई तो साइड जाएगा ये तो हरदम टलका से हम बोली वही बतिया हम लोगों से बतियाए तब ऐसने रहा रहा तब तो बोले हम अकताई गली घरे बोले हम मांगे ला काम तो मेरे को काम पहली ओके बदरेफ में मनेर प्रसाद के लगे तो हुआ मैंने ओके ले ली इस काम पे तो वो फिना बैंक में आज स्कूल मास्टर काम करत रहा जिस वो हाल 7 बजे काम शुरू करता वो घर से निकलता क्वातू फरसैस तो घर से निकला क्वातू फरसैस अब वो काम पे जात रहा काम पे जात रहा तो ओकर काम पे जाके बेकादा के मुइलक करे तो माँ बिटिया बोले कि देख हम तो केना मांगिल तू अपन रास्ता हम अपन रास्ता वहाँ तो अब बहुत हो गया हम ना मांगिला या हम ऐसे वो बोलिस भाई तब थोड़ा हम सोचली रहे कि वो आई हमारे बिटिया के काट देगा हफ्ता में थोड़ा आई रहा कि कुछ बोले बा कि कुछ करेगा ना वो खबन के लाओ के भेंट करे मंगरवा के फिना बंकुआ लगे तो वो ना हमार बिटिया बोले वो चल गए भीतर और बोले देख हम केना मुँह लग कर हम तो केना मांगल तू अपा रास्ता हम अपा रास्ता और दोन तो हमार बिटिया चल गए बोलू चल गए और तब फिर ना तरा तरा बला ना तक तब ना हम अब उस दाख के हम सुन के हमारे बिटिया काट दी हम उस सब ना मेरी माँ का कर ली हमारे वो जन नातिन रहा वो मेरी माँ का करी सुकर साथ रहा तो वो मेरी माँ का करी हाँ और हम सुनी अब अपना जन पी रहा ये हमने निखरा मकसून की कुंच पी रहा अपना गुजर गया हाँ हाँ अब आप अन सवेरे हम जो बैल कर ली ओकर बेटवा के कि देख ओकर बड़का बेटा हुआ पकड़ ले रहा देर तीन यार के तब ओकर बेटवा के बैल कर ली कि वो बेटा हुआ के लइए यहाँ वहाँ तो हम लोग ओकर कपड़ा किन बे और हम लोग ओके काम लगे ओके चाहिए अपन माई के देखे के वहाँ तो हम लोग ना जान ली कब मट्टी देवे कब ना देवे वहाँ अब हम लोग उसको तू सेकलार ना बाटिए अब देख हमार पोता गए फिर उसको तू लगे गए सब जैसे हम लोग उसको तू से ना कलार बाटी वहाँ ये एगो छोटा के चीज़ ना है भाई ये बहुत बड़का चीज़ है गा हाँ हमार बहुत मुइती करे दतरा हमारे लड़का के बचावे के मामा लड़का के सब खून गिर गिरा दी मके कुछ ना रह गिरा अब अस्पताल में जियत रहा इस डेवलप में माँ एकदम दतरा बहुत दौड़ल बके ना बचाई पाए समा लड़का के ना बचाई पाए माँ लड़का के ना बचा जब अब जब शारदा के देख लो अपन बीतिया के ओके ढेर जगह आप कहते बा भाई ओके हम देखे कर मुड़ी उड़ी फरमांत रहा और सब में ना मांगिस ओकर हमार बिटिया के बिटियन वो सब खोल के देखीस मांग माँ हमें ना देखें दी सब हमें ना मांगिस बोले तू ना देखिए तो के हम ना देखें देवे हम बोले तू ना देख पाइए हम सलम भी मांगला हम जाए देखे सपना मांगे देख सब गए ले लेकिन फिर देखे बाकी सब हमें ना मांगे ली जाए हाँ कोई आल बड़का वाला जो देश में है कोई आल नोटिसी ले आप ही पलवार में कुछ ना, ना कोई ना आयल है कोई ना आयल है हमारे लगे कोई ना आयल है कि पूछिस कैसे कुछ ना आली ना कमे फेस ही भी बैंक हमें वेल बोला इसे बिहान और एक बड़का आदमी कोई हमसे नोटिसी ना ली सही अच्छा मैं फ्रो
Sukku, bahut dhanbad. Hum janil tor khat ego bahut muilak periode hega. Ja. De 24-jarige Fabiola Saimbang is woensdagmorgen na een verkeersongeval in het ziekenhuis komen te overlijden. Gebleken is dat het slachtoffer dinsdagmiddag om 11:55 reed over de Sir Winston Churchillweg. Door tot nog toe onbekende reden raakte ze ter hoogte van de marinebasis van de weg en belandde in een langs de weg lopende trens. De bestuurster was niet aanspreekbaar en werd per ontboden ambulance vervoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Ze werd ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care, waar ze is komen te overlijden. Ze is de 66ste verkeersdode voor dit jaar. De politie van Domburg is belast met deze zaak. Kijkers, er zijn heel wat Surinamers die in eenzelfde situatie verkeren als mevrouw Bianca Sarinem Cariomengolo. Ze heeft haar stukken in handen en dit zijn de documenten voor grondhuur welke ze heeft gehad. Oftewel, ze heeft de beschikking gehad voor de woning van haar moeder waarop ze kan wonen. Maar haar broer woont in de woning en zij kan, ondanks alle wegen die ze bewandelt, hem niet eruit krijgen. En helemaal radeloos, dat is zij nu. Vandaar dat zij haar verhaal kwijt wil aan TBN Prime Alert, maar ook aan de gemeenschap, opdat zij dan toch wel van ergens nog een oplossing kan krijgen. Mevrouw Bianca, kunt u even uw verhaal vertellen, wat precies aan de hand is? Ja, goedemiddag, kijkers. Het is namelijk zo dat ik mijn beschikking in handen heb. En ik ben er blij mee. Ik ben de regering NDP heel erg dankbaar dat ik dit in handen heb. Maar dan heb je daarnaast ook mensen binnen de NDP die echt, ik betreur het, echt waar. Maar ik wil geen namen noemen bij deze. Maar het gaat niet zo best. Hè? Maar ik wil alleen die persoon vragen om op te houden waarmee ze nog steeds bezig is. Toch? Want het gaat je nergens naartoe brengen. En ik vraag mijn broer ook bij deze om mijn huis netjes te verlaten. Zoals wij het familie onderling hebben klaargespeeld. Door onderling elkaar te helpen, vraag ik bij deze om mijn huis als het ware netjes terug af te staan. Ik heb alle wegen bewandeld. Toch? Maar ik weet niet, hij komt zodanig aan zijn trekken omdat hij een meneer is geworden intussen, een grote meneer is geworden. Ik gun hem als zus, jongere zus. Ik gun hem dat. Maar laat hij mij ook gunnen datgene wat van mij bestemd is. Want ik heb kinderen om te verzorgen. Ik heb mijn huis voor hem voor een jaar verhuurd. Hij woont intussen al 5 jaar in dat huis. Toch? Het is meer dan mooi. Ik heb je als zusje langer dan mooi geholpen. Toch? En het enige wat ik eis of vraag om mijn huis en perceel netjes voor me achter te laten. Want het is niet van jou. Ja. Wat ik uit het voorgesprek heb begrepen, mevrouw Bianca, het gaat erom dat het om uw ouderlijke woning gaat. Uw moeder heeft een deel aan uw broer gegeven, over de broer waar u net over sprak. Perceel. Ja, het perceel aan uw broer gegeven, een deel aan de linkerkant, zei u. En het huis met erf heeft u gehad. Ja? Nee, we hebben beide een perceel gehad. Okay. Het was één perceel, het is verdeeld door twee. Hij heeft op zijn deel zijn bedrijf gebouwd en ik mijn woning. Hij heeft toen gebruik gemaakt van mijn woning en wil intussen niet uit mijn woning gaan. En dat vind ik erg. Ja, u hebt hem zoveel jaren geleden, dus 5 jaren geleden, heeft u hem toestemming gegeven van broer, u mag erin blijven. En hij betaalde u daarvoor huur dus. Jawel. Mm-hmm. En hij betaalde mooi een paar jaren. Mm-hmm. En vanaf juni, 10 juni 2013 moest hij weer betalen. En hij heeft sedert toen niet meer betaald. Tot heden ten dag. Dat is de reden waarom hij niet betaald heeft? Hij heeft geprobeerd mijn huis en perceel achteraf te krijgen als zijn ik weet niet of ik het eigendom mag noemen. Mm-hmm. Maar hij op den duur wilde hij eigenaar op mijn perceel spelen. Mij bedreigen. Toch, als ik mijn eigen perceel binnen zal treden om mijn huur
te vragen, zal hij me schieten, doodschieten. Dus ik kan bij deze echt geen rekening met hem houden, want hij heeft me daarna niet meer gezien als zusje. U vertelde ook aan ons dat u alle wegen hebt bewandeld. U bent naar de politie gegaan. Wat heeft de politie toen in deze aan u gezegd? De politie had gezegd, toen ik nog deze beschikking niet in handen had, degene die de beschikking in handen zou hebben, die zou de zaak winnen en de andere partij zou zich daarbij moeten neerleggen. Maar het schijnt dat hij zich niet aan zijn afspraak heeft gehouden. Zoals altijd heeft hij zich niet aan zijn afspraak gehouden. Want ik vind van, ik heb het nu en het behoort tot mij toe. Het is van mij. Toch? Iedereen weet dat het van mij is. Dus ik heb mijn beschikking gehad omdat ik er recht op heb. Niet omdat ik iets anders heb gedaan. Ik heb er gewoon alle recht op en ik heb het gehad. Het recht heeft gezegevierd bij deze. En ik vind van, je moet je als broer moet je je aan je afspraak houden. En zoals je hebt beloofd, degene die het niet heeft gehad, moet zich terugtrekken. En dat verwacht ik ook. Ja. U vertelde ook aan ons dat u van de politie hebt begrepen dat u liever alles via een deurwaarde laat doen. Wat is daarmee gebeurd? Ik had al toen een deurwaarde. En die deurwaarde die doet zijn werk ook niet naar behoren. Hij neemt nu op wanneer ik hem bel. En naar schijn werkt hij mee met de tegenpartij. En ik bedoel, ik stap niet naar een deurwaarde om in mijn nadeel te komen. Ook niet zodanig in mijn voordeel, maar hij moet gewoon zijn werk naar behoren doen. Ja, ja. U bent, zoals u het aangaf, helemaal radeloos nu? Luister, ik ben tot het uiterst aan toe. Want ik ben net naar de politie gestapt. Ik ben naar de deurwaarder gestapt. Ik heb ook nog een advocaat, als het ware, benaderd. Waar ik ook zag van, nee, daar ga ik niet aan mijn trekken kunnen komen. Dat zag ik over en over duidelijk. Maar geen probleem. Ik heb alle wegen bewandeld. En het enige wat ik nu van plan ben, is met mijn eigen handen hem uit mijn huis te zetten. Echt waar, ik ben tot het uiterst. En zoals mensen me al kennen, ik ben een vrouw van woord. Wat ik zeg, dat ga ik doen. En dat gaat niemand mij kwalijk moeten nemen als ik dat ga doen. Want ik ga de dag en datum en tijd niet aangeven wanneer ik dat ga doen. Maar mijn hele familie, zoals de mensen me kennen, de gemeenschap mij kent, Bianca gaat gewoon doen wat ze moet doen. Heeft de familie geprobeerd om te bemiddelen tussen jullie, om een oplossing te brengen in deze? Kijk, zoals je weet, is meneer Djerkon, is mijn broer, een man die geld in handen heeft. Deze zus heeft 3 kinderen, weduwe. Heeft niet zodanig geld, heeft net geld om haar kinderen te verzorgen. Toch? Maar belangrijk, ik steel niet. Ik kom eerlijk aan mijn centen. Mijn huis verhuurde ik om ook een extraatje hier in huis te brengen om mijn kinderen te verzorgen. Maar zoals je weet, wanneer mensen geld hebben, staat iedereen aan die persoonskant en dat gebeurt ook bij mij. Iedereen staat aan mijn broerskant omdat hij geld heeft. Maar laat mij één ding zeggen, het is van mij. Hè? En ik sta erop dat het van mij gaat zijn en het gaat van mij blijven. Ja, ja. Ik ben niet van plan om het aan hem te verkopen of aan hem te geven. Nee, reden waarom, ik heb 3 kinderen. En wie weet of God me nog meer gaat geven. Toch? Het is een ouderlijk perceel. Ik zou het normaal, misschien als hij als broer netjes was gestapt naar mij, kunnen doen. Maar hij heeft geprobeerd, hij heeft me overgeslagen. En hij heeft eerst geprobeerd mijn huis en perceel te occuperen. En via vrienden of via maatjes zo aan mijn ding te komen. En dat vind ik puur brutaliteit. En ik werk niet met brutale mensen. Ja. Wat verwacht u? Wat wilt u dat er in feite moet gebeuren, mevrouw Bianca? Verwacht u? U zegt u weet niet welke wegen u moet bewandelen. Vraagt u aan de gemeenschap om u even wat wegwijzer te maken? Of zegt u dat u zelf gaat optreden? Wat is hem precies? Bij deze heb ik al aangegeven. Ik heb alle wegen bewandeld. Ik kom niet aan me trekken. Ik ben van plan om zelf op te treden. Toch? En het kan misschien fataal aflopen. Dat weet ik voor mezelf. Toch? Want ik weet niet meer wat ik nog meer moet doen bij deze. Is die jongen
koppig en zijn die mensen om zich heen? Laat geld jullie je blind maken of zijn jullie koppig of weet ik veel? Maar dit moet ophouden. Dit moet ophouden. Kom niet aan dingen wat niet van jou is. Toch? Nou goed, mevrouw Bianca, we hebben toch geprobeerd om dit voor u te belichten. We hopen dat er toch wel een oplossing mag komen. Want niet alleen u, heel wat andere Surinamers hebben de nodige papieren in handen. Maar om de een of andere manier lukt het toch niet dat zij hun betrekking kunnen krijgen in wat van hun is. Laten we voor u hopen dat het interview dat we vandaag met u hebben gehad, ik begrijp dat u erg boos bent, erg emotioneel bent, maar we hopen toch wel dat het allerbeste voor u hieruit mag voortvloeien. U wordt alvast bedankt en de kijkers ook natuurlijk. En ik hoop dat ik bij deze, alvast de regering, de president, kan vragen om me bij deze te helpen. En nog meerdere instanties zoals de PG of zo. Want mijn broer heeft geen enkel bewijs om daar te blijven. We hebben geen enkel overeenkomst getekend. Toch? Hij heeft geen enkel bewijs om in dat huis te blijven. Integendeel is hij in gebreken gekomen. Want hij heeft al intussen meer dan 16 maanden geen huur betaald. Dank u wel. Dank u wel. Professor Pat Manaban Sheshayer, een van de professoren die op het IOL ICT in Education verzorgt uit de Verenigde Staten, hield op 28 oktober in de Eddie Wessels Gehoorzaal te CCS een presentatie over de alternatieve onderwijsmethode die hij gebruikt als docent. Hij vertelde ook over zijn organisatie STEM, welke staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics, die als doel heeft het ontwikkelen van visuele methoden van lesgeven om leerlingen en studenten de wetenschappelijke vakken beter te laten begrijpen. De professor wees via voorbeelden hoe kinderen vooral in wetenschappelijke vakken de leerstof eerder begrijpen als het visuele erbij wordt gehaald. Dit valt samen met de start van twee informatie, communicatie en technologie opleidingen op het Instituut voor de Opleiding van Leraren. De toekomstige leerkrachten zouden via computersimulaties de leerstof kunnen uitleggen. Sheshayer maakte tijdens het doseren gebruik van de 5E-principes, namelijk engage, explore, explain, elaborate en evaluate. Deze principe zal hij ook bijbrengen aan de studenten van de ICT-opleidingen. De wetenschapper hoopt het onderwijsniveau van Suriname op te tillen naar het niveau van Finland en Singapore, landen die de interactieve methoden al jaren hebben toegepast. Opleidingscoördinator van de ICT-opleidingen, Amin Dankelui, was onder de indruk van de presentatie van de professor. Volgens hem is het nu meer dan tevoren duidelijk welke richting Suriname op moet gaan met de wijze van onderwijzen. Milton Top, directeur van het IOL, kondigde meteen aan dat er gesprekken moeten komen met de stakeholders voor de hervorming van de onderwijsstijl. Hij oppert dat er ook voor een workshop waar Sheshayer zijn presentatie opnieuw gehouden zal worden. De ICT in Education opleiding is onlangs door minister Ashwin Adin geïntroduceerd en behoort tot een van zijn speerpunten bij het vernieuwingsproces van geheel het onderwijs in Suriname. My name is Paddu, that's easy to call me, and I'm a professor in mathematical sciences, and also I direct two programs. The first one is a STEM program, just like Alejandro directs it in Mexico, I direct the program in my university. And what does STEM stand for? Anyone? STEM? Everybody's good with STEM, right? Science, Technology, Engineering, Mathematics. But what does STEAM stand for? If I put an A after S-T-E, what does it stand for? What does the A stand for? STEAM. Arts, right? So it's bringing science, technology, engineering, arts, and mathematics together. So how do you actually enhance student learning by bringing all these fields together? And the other center I direct is the Complete Center. And I'll share my experiences in all these different things that I do. COMPLETE stands for Center for Outreach in Mathematics, Professional Learning and Educational Technology. That's what it stands for, COMPLETE Center.
So I'm going to be explaining how I work with about 300 to 500 teachers every year. We have a program which is on STEM, and we'll be telling you how we work with teachers from all across Virginia, and how we engage them in some pedagogical practices that they take back to the classroom. Het bestuur van de stichting Bedevaartsoord Weg naar Zee, oftewel Tirestan Rameshwar, die heeft vandaag de totale Surinaamse gemeenschap uitgenodigd om de evenementen in verband met Ganganahan bij te wonen. En Ganganahan die wordt meestal hier gehouden, te Weg naar Zee, traditiegetrouw. En vanaf 2 uur was er namelijk een programma bestaande uit puja, offeren van prasad, bhajans, bhojan en ook nog culturele optredens. En vanaf 4 uur konden de mensen een heilige bad nemen. En voor de mensen die dat niet gelukt is geworden, die kunnen morgen vanaf 4 uur in de ochtend, dus let wel, 7 november, vanaf 4 uur in de ochtend, kunnen zij dan hun Ganganahan doen hier te Tirestan Rameshwar. Het is toch wel ook goed om van jongeren te weten wat Ganganahan voor hun betekenen. Vandaar dat we staan met deze jonge dame. Goedendag, wat is je naam? Shireen, Shubh Ganganahan. Hetzelfde voor u, ja. En voor allemaal. Ja. Wat betekent toch deze dag voor jou? Zo, een heel speciale dag voor mij. Mm-hmm. En wat, voor mij is het wat slechte en goede is, kunnen we voor de moertjes een beetje praten doen. Mm-hmm. En persoon offeren. En ja, ja. Zo weer. Ja, je bent vegetarisch vandaag? Jawel. Ja. Jij hebt de persoon zelf gemaakt? Nee, ik heb het hier laten doen. Oké, okay. Ja, okay. En dat ga je nu offeren? Ja, ik ga het nu offeren. Ja. En bij zo'n offer, wat ga je allemaal vragen? Zo. Geluk, gezondheid? Ja, dat we geluk, dat we wij iedereen in Suriname geluk leven. En nou ja, iedereen moet gelukkig zijn. Ja. Dankjewel en nogmaals een Shubh Ganganahan. Ja, zelfde voor u, ja. Goedendag, wat is jouw naam? Ik heet Sarah. Sarah, wat betekent deze dag voor jou? Maar als je daarop antwoord geeft, een Shubh Ganganahan. Zelfde, Shubh Ganganahan voor u ook. Ja, en wat betekent toch deze dag van Ganganahan voor jou? Wel, deze dag is een heel belangrijke dag. En ze zeggen, als je op deze dag in de rivier hier komt baden, dan krijg je shakti. En als je ziektes hebt of zo, dan kan het weggaan en zo. Maar je moet een hart hebben voor God. Ik heb je net zien bidden. Wat heb je allemaal gevraagd, als we dat mogen weten? Ik heb God gevraagd dat ik dat al mijn problemen in mijn leven weg moeten gaan. Mm-hmm. Als dat kan. Dat ik goed moet studeren op school. En dat ik gezond moet zijn. En vind je dat veel Surinaamse hindoe-jongeren toch wel stilstaan bij deze dag? Hoe belangrijk deze dag toch wel is? Voor veel jongeren is deze dag, ze zien het, tegenwoordig is alles modern geworden. Mm-hmm. Dus de meeste jongeren vergeten deze dag. En nou, voor hun is deze dag niet een normale dag. Ja, een normale dag. En bepaalde mensen vinden van dat het een traditionele dag is. En dan komen ze hier en dan bidden ze. Ja. Heb je persat gemaakt ook? Heb je dat ook geofferd? Ik kom van het werk. Okay. En dus dan had ik geen tijd gehad om persat te maken. Maar ik ben hier gekomen, heb ik wel persat gekregen van anderen. Ja. En vind je dat je shakti hebt gekregen? Ja. Ik vind dat ik wel mezelf nu een beetje anders voel. Okay. Ik ben gaan baden daar in de rivier en ik voel me nu een beetje anders. Okay. Tot slot, wat wil jij toch van hieruit aan de gemeenschap zeggen, maar in het bijzonder aan de hindoe-gemeenschap? Ik wil aan de hindoe-gemeenschap zeggen van dat Ganganahan een heel bijzondere dag is. Mm-hmm. En dat je dan hier bij de Ganganahan moet zijn, op de weg naar zee. En als je hier in de rivier gaat baden, dat je heel veel shakti's krijgt. En ja, dat het gewoon een belangrijke dag is.
Dankjewel. En nogmaals, een shubganganahan. Zelf dan een shubganganahan voor u. Goedendag mevrouw. Dag meneer. Ja. Hoe gaat het met u? Het gaat wel. Ja. Ik zie u heel druk bezig met Prasad. Hoe belangrijk is Prasad op deze dag van Ganganahan? Nou, ik zou u zeggen, het is heel erg belangrijk. Want dat heb je maar één keer in een jaar. En ja, ze komen het hier offeren voor Gangamaya. Okay. En voor wie is het bestemd, de persoon die u allemaal hebt verpakt? Voor de mensen die hier komen. Ja, die krijgen, iedereen krijgt een zakje met persoon. Okay. En ze hebben ook warme maaltijden. Ja, ja. En diegenen die geen persoon hebben meegenomen van huis, er is persoon hier gemaakt en ze kunnen het voor Gangamaya komen offeren. Okay. Dan neem ik sowieso aan dat jullie heel veel persat hebben moeten klaarmaken. Ja, heel veel. Een hele grote waskom. Okay. Ja. Net genoeg voor ieder? Ja, er zijn misschien worden 10.000 zakjes verpakt. Oké. Okay. Ja. We hebben gesproken met? Met mevrouw Bhagwan Singh. Mevrouw Bhagwan Singh, dank u wel. En nogmaals, een shubh ganganahan. Ja, dank u wel hoor. Voor u ook hetzelfde. Heer Ramon Bainat, voorzitter van Tirachthan Rameshwar. Aadje, vandaag is Ganganahan. Wat is toch wel de belangrijkste boodschap op deze dag? Deze dag, we doen het als een jaarlijkse evenement. En vandaag is het gevallen, dus donderdag, van de 6 november. Je ziet de mensen zijn gekomen om een heilige bad te nemen, om zich te reinigen. Van innerlijk, zoals uiterlijk. En dat is het doel, eigenlijk. Hè? En je ziet de mensen komen, ze hebben vertrouwen in. En daarom organiseren we zoiets voor de... Het is iets, een cultuur die is meegenomen door onze voorouders uit India. En die kunnen we niet zo laten. En dat, daar organiseren wij. En om onze cultuur in stand te houden. Ja. En als die mensen komen, ben ik zo blij. En om dit te kunnen organiseren. Ja. Je bent tevreden met de opkomst? Dit is pas het begin. Dus die opkomst heel veel druk zijn. Drukker zijn. Maar elk jaar is het druk. Het wordt nog steeds drukker. Vorig jaar was het nog drukker. Het viel op toevallig van zondag. Maar je ziet dat de drukte is en die mensen komen steeds. Mensen komen en gaan. En ik ben blij dus, dat ik zoiets kan organiseren voor de gemeenschap. Ja. Voor onze voorouders vooral. Ja. Wat wilt u tot slot van hieruit aan de gemeenschap zeggen? Maar in het bijzonder aan de hindoe-gemeenschap? Het is voor iedereen. Er komen niet speciaal hindoes alleen. Ja. Elke Surinamer komt hier. Voor iedereen wens ik een subhanganahan toe. En ik wens dat de Gangamaya heel veel kracht geeft. De kracht, de moeder der kracht is de Gangamataji. Je ziet de kracht van de zee. Door het vertrouwen wat we hebben in de Gangamataji is het bedevaart overeind gebleven. Al die landen eromheen zijn weg. We staan op een schiereiland in de Atlantische Oceaan. En dus dat is gebleken dat de Shakti van Gangamata, hè? De moeder der wateren. En daarom hebben we zeker vertrouwen in de moeder. We moeten aanbidden om veel kracht. En die kracht, ik heb veel ervaring, die geeft ons die kracht. Ik ben 65, ik ben nog steeds gezond. De mata geeft me de kracht om zo verder te gaan. En als zo blijft, dan zou het goed zijn dat ik de gemeenschap kan dienen op zo'n manier. Dank u wel, heer Ramon Bainat Pandey. En nogmaals een shubh ganganahan. Aan u, aan de gemeenschap toe. Ik dank de radio- en tv-station Trisul. Op elke moment, als ze een beroep op ze doen, ze komen om ons mee te helpen. Omroepberichten, omroepen, gratis ook. En al het personeel van Trisul wens ik een shubh ganganahan toe. En veel sterkte, veel kracht, veel gezondheid vooral aan het personeel. En vooral aan de directeur, zijn familie, en zijn vrouw en kinderen allemaal. Heel veel sterkte toe en veel shakti voor van Gangamata. De 24-jarige verdachte Benjamin V. alias Benny heeft zich vandaag zelf aangemeld op de afdeling kapitaal delicten. Benjamin heeft zich schuldig gemaakt aan een gekwalificeerde diefstal op 15 augustus 2014 aan de Robilan. Hangend het onderzoek is hij in verzekering gesteld. En de 44-jarige Erginius A. is op 5 november door het arrestatieteam aangehouden. Deze verdachte had samen met zijn comparant Hugo M. op 21 augustus een inbraak gepleegd in een winkel aan de Rattenweg. Daarbij werden 19 gascilinders gestolen, waarvan 15 van 28 lips en 4 van 20 lips. Deze gascilinders werden vervolgens geladen in een personenauto. Een oplettende burger die dat zag, schakelde de politie meteen in. De politie van het bureau Santo Dorp kwam deze verdachten op het spoor aan de nu weer gevonden weg en zette de achtervolging in. Het tweetal vluchtte toen de herstellingsweg in
waar hun auto in een trench terecht kwam. De 53-jarige Hugo M. werd aangehouden en Erginius zag kansen weg te rennen. Bij de gasbomdieven zijn nu een verzekering gesteld. De politie van de afdeling kapitaaldelicten is belast met deze zaak.